David, daar ging het nu weer over. Vertel even wat jij van plan bent. Dit jaar gebeuren er twee hele belangrijke dingen met Schiphol. Ten eerste wordt er een nieuwe baan in gebruik gesteld. En ten tweede wordt er een nieuwe wet in gebruik gesteld. Een luchtvaartwet. En die wet die moet het geluid op een eerlijke manier gaan meten. Ik heb daar een aantal mensen over geïnterviewd. En ik heb zelf een videodagboek bijgehouden van het geluid boven mijn huis in het Vondelpark. Dit is het uitzicht vanuit mijn huis in Amsterdam-Zuid. Dit is dan een goede buurt, wordt het dan genoemd. Het is nu dus iedere 2 minuten. En wat ik dan doe om toch nog wat te slapen, is mijn raam dicht doen. Maar als het raam dicht is, zoals nu, hoor je toch nog dit. Nou, dit weekend was weer een dramatisch weekend, want ik had vrijdag toevallig een vrije dag. Dus vrijdag, zaterdag en vandaag zondag. Uitslapen is er niet bij, terwijl in het weekend ga ik wel eens een keer later naar bed, ga je naar de film of je gaat ergens uit. Nou, dan word je gewoon om 7:30 word je gewoon gewekt. Onvrijwillig en daar baal ik ongelooflijk van. Sinds wanneer woont u in dit huis? Ik woon hier 35 jaar. En sinds wanneer loopt er een route over uw huis? Sinds 1996. Is dat aangekondigd? Het zou een tijdelijke situatie zijn dat de vliegtuigen van de Schiphol-Oostbaan, want dat is de route naar de Schiphol-Oostbaan, gebruik zouden maken. Ik heb hier de kaart van Amsterdam om even aan te geven hoe die aanvliegroute van de Schiphol-Oostbaan loopt. Dat komt daar vanuit het noorden, over het Centraal Station, over de Grachtengordel, vlak langs het paleis, dat kon je ook heel mooi zien op de dag van de trouwerij, kruist ongeveer halverwege het Vondelpark. Gaat dan over... Waar woon jij? Ik woon hier in Verenigestraat, dus hier ongeveer. Mm-hmm. Dus gaat als hier kruist net hier het Vondelpark, gaat er over het Hoofddorpplein. En gaat dan zo over het Nieuwe Meer heen en dan zo naar de Schiphol-Oostbaan. Nou, je weet wat van een tijdelijke situatie komt. Dit is nu een definitieve toestand. En dat is helemaal niet wettelijk vastgelegd. Sterker nog, ik heb van het ministerie een bericht gekregen dat het inderdaad niet wettelijk is vastgelegd. En dan wordt er gezegd van, je moet zo zitten zeuren. Een pizzacourier is erger dan dit. Nou, ik kan je vertellen dat dit echt millewaar maakt dan een pizzacourier. En bovendien, er komen geen elke 2 minuten een pizzacourier door mijn straat heen. Maar welke elke 2 minuten komen ze vliegtuig over mijn hoofd heen. Hey, nou, je ziet echt mensen in angst naar boven kijken. En dan komt er weer zo'n grote jumbo, want het zijn ook heel vaak jumbo's en die gieren en die hoor je echt gas terugnemen. Echt zo echt ja, dat gas inhouden, dat geluid en dat is een eng geluid. En het stinkt, het is vies en het stinkt. Maar waar stinkt het naar? Ja, kerosine. Want ze vliegen erg laag. Dus hoe ruikt dat? Ja, een soort smerige ja, uitlaatlucht. Vanochtend om 7:30 werd ik wakker en dacht ik, gadverdamme, er bewoog geen blaadje, dus geen dramatische weersomstandigheden, geen harde wind, niks. Waarom doen ze dan met dit soort omstandigheden ook? Geen idee, zou u aan de luchtverkeersleiding moeten vragen. Ik heb geen notie, want vroeger was het echt alleen maar bij dramatisch weer, dus bij harde wind. En vanochtend was er niks aan de hand, een beetje lage bewolking. Maar dat is natuurlijk gek, dat is gewoon belachelijk. Kijk, en op deze plek in het Vondelpark zie je dus heel goed wat er aan de hand is. Je ziet 2 lichtjes. Dit vliegtuig is nu vlakbij. En daar is alweer de volgende. Op het ogenblik zijn 45% van de reizigers zijn transferreizigers. Ja. Die komen van elders, stappen over en gaan weer naar elders. Nou, er wordt dan gezegd van dat is belangrijk voor de Nederlandse economie, wat natuurlijk gewoon onzin is. Want deze mensen die komen hier en drinken misschien een kop koffie en gaan weer weg. Ja. Als er geen transferreizigers zouden zijn geweest, dan hadden we dit probleem helemaal niet gehad. Had deze baan helemaal niet gebruikt hoeven te worden. En let wel, dit zijn oude huizen. Deze huizen zijn allemaal ouder dan 100 jaar. Wij zitten hier onder een dak. Van alleen een houten laagje, de ramen kieren allemaal. Maar krijgen jullie dat dan niet vergoed? Nee, omdat er is hier geen geluid. Dat is allemaal veel te weinig. Wie zegt dat? Dat zegt de wet eigenlijk.
Dit is echt een kleintje. Dit is zogenaamd een turboprop. Nou, die maakt helemaal geen lawaai. En omdat men zegt dat hij geen lawaai maakt, telt hij ook niet mee. Dus dit is ook geen overlast. Moet er ook niet over klagen, want het vliegtuig bestaat helemaal niet. Hoezo, deze telt niet mee? Nou, omdat hij waarschijnlijk minder dan 65 decibel geluid maakt. En alles wat onder de 65 decibel zit, telt gewoon niet mee. Die tellen ook niet mee voor de overlast. Dus er is geen overlast. Dus de vliegtuigen zijn er niet. We staan hier op het dak van Festina Lente. Dat is een bejaardencentrum in het centrum van Assen-Delft. Een aantal bewoners van Assen-Delft ondervinden veel hinder van het vliegtuiglawaai. En hebben er bij de gemeente Zaanstad op aangedrongen om een eigen meetpunt op te richten. Hier zit de microfoon in, de buitenmicrofoon. Geschikt voor alle weersomstandigheden. En hier staat de computer. Dat gele lijntje is het geluidsniveau. Waarom heeft de gemeente dat gedaan? Er is niet zo gek veel vertrouwen in al die berekeningen. En daarom, dat had de bevolking hier in Assen-Delft ook niet. En men heeft er bij de gemeente Zaanstad op aangedrongen dat er nu eens werkelijk gemeten zou worden in deze omgeving. Zodat ze kunnen zien hoeveel lawaai er nu eigenlijk werkelijk aanwezig is. Van die nieuwe luchtvaartwet die het geluid moet gaan meten? Nou, veel te weinig meetpunten. Er zijn geloof ik 35 punten zouden er komen, 35 handhavingspunten. In het oude stelsel was het zo dat deze gesloten blauwe lijn, de 35 KE-contour, ja, dat op die blauwe lijn het geluid niet meer mocht bedragen dan 35 KE. En dat daarbuiten het geluid ook niet hoger mocht zijn dan 35 KE. Aha. In het nieuwe stelsel is het zo dat alleen gecontroleerd wordt op de 35 punten die u hier ziet op deze blauwe lijn. En dat daarbuiten geen enkele wettelijke grens is neergelegd voor de geluidbelasting. En waarom wordt daar niet in de toekomst niet gemeten? We hebben, bijvoorbeeld in het centrum van Amsterdam. Ja, we hebben die vraag natuurlijk vele malen gesteld aan de minister. Mevrouw Nevenbos. Ja, aan mevrouw Schulz. De nieuwe staatssecretaris. Ja, aan de topambtenaren. En er is nooit een goed antwoord op gekomen. Dus je zou natuurlijk een punt moeten hebben, bijvoorbeeld hier in het Vondelpark. Je zou bijvoorbeeld een punt moeten hebben in Maar waarom komt er geen meetpunt in het Vondelpark? Is onbegrijpelijk, de minister wil dit niet. En nu is dan de staatssecretaris. Zij willen het niet. Waarom niet handhavingspunten gezet in de grotere woongebieden? Daar waar nou net de hinder wordt ondervonden. Daar waar mensen bescherming willen. Het is toch eigenlijk absurd dat je daarnaar moet vragen? Ja, we hebben ook gezegd van ja, als je nou wil weten hoeveel regen er valt in Den Haag, dan ga je toch niet in Rotterdam meten. Dit is niet uit te leggen aan de burger. Je kunt toch niet de werkelijkheid proberen te verdoezelen of te ontkennen of iets dergelijks. Het is gewoon zo, als er zoveel lawaai is zoals we hier meten, dan moet daar gewoon rekening mee worden gehouden. Ja, het is natuurlijk vervelend om te moeten constateren dat Schiphol veel meer lawaai maakt dan altijd is beweerd. Waarom is dat vervelend? Dat verstoort eigenlijk de discussie in hoeverre Schiphol de ruimte krijgt om te vliegen. En in hoeverre zij beperkt moeten worden door het lawaai en andere factoren. We hebben sterk overwogen om te verhuizen. Maar ja, waar moet je zo langzamerhand heen? Want het is overal zo. Bijvoorbeeld Gooi heeft ook last. En Kastikum en aan de kust hebben ze ook last. En er is bijna geen plek meer waar je naartoe kan gaan zo langzamerhand. Het is hier één grote zooi in de lucht. Echt waar. Oké, dit is een kaartje van het blaadje van de commissie Geluid Hinder Schiphol.
derde kwartaal 2002. En dit is het plaatje van de drukste dag. En elk streepje is een vlucht op die dag. Hier ligt Schiphol. En dan zie je dus dat heel de Randstad, hè, van Alkmaar tot Leiden, tot Utrecht, is helemaal zwart geworden. Daar zijn allemaal vliegtuigen overheen geweest. En je ziet dan... Dit is één dag? Dit is één dag. En ik geloof dat er zijn iets van 1100 vluchten die dag geweest. Dus dan zie je dat heel dit gebied heeft overlast. Ik ga nu even bellen met de commissie Geluidhinder Schiphol. Want er komen weer allemaal vliegtuigen over. U bent verbonden met de commissie Geluidhinder Schiphol. Wij vragen u een ogenblikje te wachten. Goedemiddag, commissie Geluidhinder Schiphol. Ja, goedemiddag met de jong. Wanneer houdt die kutherrie op? Ja, dat kan ik u niet zeggen. Ik weet helemaal niet waar u woont. Dus... Ik woon vlakbij het Vondelpark. Bij het Vondelpark. Nou, dan zit u waarschijnlijk nog 1 uur onder de aanvliegroute van de Schiphol-Oostbaan. Het is zo dat op dit moment we te maken hebben met zeer slecht zicht. Er is altijd wel een of andere reden in het weer of wat dan ook, het zicht. Ja. En dan weer het onderhoud, dat klopt. Het is altijd een andere reden voor het gebruik van deze baan. En dat... Maar wanneer houdt het nou op? Ja, nou, dat zal nooit gebeuren. Meneer, ik ben het meer dan zat. Ja. Ik word echt helemaal gek. Wilt u dat ik nog een klacht voor u noteer, meneer? Nee, dat heeft geen zin meer. Toch? Nee, wat u zelf wil. Ik kan een klacht voor u noteren en als u dat niet wilt, dan doe ik dat niet. Hartelijk dank. Ja, daar. Ze gaan nu de vijfde baan aanleggen, maar er zijn toch nu al 5 banen. Maar hoe zit dat met die nummering? Nou ja, dat is van het begin... Van begin af aan zat er ingeslopen. Men heeft het altijd de 5e baan genoemd. Soms zelfs ook de milieubaan. Terwijl er al 5 banen zijn. Het is de 6e baan. En ik heb er natuurlijk talloze malen hebben daar over gereclameerd. Van dat kan toch helemaal niet. Dat is valse voorlichting. En zeiden ze, ja, die baan heeft nu eenmaal die naam gekregen. Dus we noemen hem 5e baan. Hier komt de nieuwe baan. Er staat nog 5e baan bij. De Polderbaan. Die ligt eigenlijk... Dat is dus de 6e baan, zeg maar. Dat is de 6e baan. Die ligt dus iets ten oosten van Haarlem. En ten westen van Amsterdam. En ten westen van de Zwanenburgbaan die hier ligt. Nou, dus alle mensen die ten noorden wonen, dat is Velperbroek, dat is hier Assen-Delft. En dan kom je hier bij Heilo kom je dan uit en dan ga je bij de Noordzee. Die krijgen gigantische hoeveelheid overlast van het gebruik van deze baan. En dan weten de mensen ook niet, dit is ook de baan die 's nachts gebruikt gaat worden. Dus ook deze mensen krijgen niet alleen overdag last, maar ook 's nachts last. Ik heb grote mailen met deze mensen, omdat ze niet weten wat ze boven het hoofd hangt. Kijk, je kan me wel laten isoleren, maar je moet buiten ook leven kennen. Ja.